Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en vandaag gaan we weer verder met Detective Pikachu. Welkom terug allemaal. Het is weer een tijdje geleden voor mij dat ik de laatste vorige keer even opname heb gedaan. Maar wat ik me nog herinner is dat we aan een zaak bezig waren van een gestolen ketting. Een ketting die gestolen was door een Epom. Maar die betreffende Epom. Vonden wij bewusteloos in het park. Alleen. Ja. Yeah. Dus moeten we nou. Maar ja, de ketting was nog steeds verdwenen. En nu moeten we dus op zoek gaan naar wie heeft een confrontatie gehad met Epom. We zijn hier al bij Fontein geweest en verder ook bij het cafégebied. Maar eigenlijk de reden dat ik eventjes terug ga is kijken of ik hier terug kan naar die straat waar ik vandaan kwam. Ah, blijkbaar niet. Ah wel. Blijkbaar kan ik niet meer daar terug. Dus gaan we weer verder met een nieuw gebied. Waar we eigenlijk... Ja, nog niet zijn geweest. En hier komen we ook een aantal Pidoff tegen. Oh nee! Waarom dacht ik dat dit Pidoff waren? Dit zijn gewoon Starly. Waar komen Starly vandaan? Nee, ze lijken ook zoveel op elkaar. Starly! Nou, laten we hun maar eens vragen over de zwarte veer. Want de zwarte veer is de belangrijkste aanwijzing die wij momenteel hebben van wat er met Epom gebeurd is. Hey, got a sec. Do you recognize this feather? Starly! You don't, huh? Actually, someone attacked Epom in the fountain area and this is a clue to the culprit. Starly! Oh, and we don't think you're suspicious? But can... Oh. And we don't think you're suspicious, but can we have one of your feathers? Starly! Great, thanks. Your understanding has helped us out. Okay, nu hebben we Starly's veer. En... Oh. Optie om naar de Murkrow te vragen. Waarschijnlijk zijn de Murkrow wel de meest voor de hand liggende dader. Tenminste de geziende veer. Het is een soort van raafachtig en, of een kraaiachtig iets. En Murkrow is gebaseerd op een kraai. Murkrow lives around here, right? Starly! We haven't seen it. Do you know where it has gone? Starly! It's gone looking for shiny things. Oh, so it likes sparkly things. Collects them and takes them to its nest, eh? Starly! Where is its nest? Starly! Are you perhaps familiar with Epom? Starly! Okay, so there is an Epom in this area as well. Thanks. We'll try asking it. Okay, wel, die Pokémon die hebben niet echt veel gevarieerde tekst, moet ik zeggen. Laten we die dan eens over de Epom vragen. Do you know anything about Epom? Starly! You almost got your feathers plucked once. I guess those Epom have been making lots of trouble here too. Okay. Nou, dat is alles wat we hun kunnen vragen. En ik zie daar nog meer bewegen. En ik zie een Epom. Kan ik bij die Epom komen? Ja, ik kan die Epom ook. Maar, hé, dit is een Mightyena, niet?
Een derde generatie. Nee, een Poochyena. Zie je maar weer hoe goed mijn Pokémon kennis is. Maar ik zat in ieder geval in de buurt, want volgens mij een Poochyena wel evolueert in een Mightyena. Poochy. What's it saying? Don't get in the way when I'm playing, it says. Okay. Poochy. En dit is een herhaling. Ah, wel, jammer. Apom. Oh, Apom. We'd like to speak with you. Poochy. Wat gebeurde daar? Ah! It pulled back. No way we can talk to it like this. If you could just settle down Poochyena. True. Zullen we Poochyena nog een keer bespreken? What's it saying? Weer precies hetzelfde. Juist. Ja. Yeah. Zijn de Stali nu hierboven? Stali. Ja. Het zijn nog dezelfde. Hey, dat is een gast. Howdy. Oh, goede plek waar ik ga staan. Recht voor zijn gezicht. Kunnen wij heel makkelijk meekijken. En er zit geen cameracontroles hier. Howdy. Show him the black. Laten we hem eens de zwarte veer tonen. Do you know which Pokémon this feather is? Which Pokémon's feather this is? It's pitch black. Huh? Maybe it's that one's. But there are other black colored ones. What is that and other? What? Waar slaan that and other op? That and other zijn dat of andere? Dat is, zonder dat er iemand echt ergens naartoe wijst, enigszins vreemd. Weet ook niet wie die bedoelt. I don't know. Okay, about Starly. Tell me about Starly. They always form a group of three and fly around this area. They land on branches or on top of that table there. Okay, about the Murkrow. Tell me about the Murkrow. They live in this area, right? Yeah, they seem to fly around during the day, but they are often gone. I sometimes see them fighting with Apom. Ooh, nou komen we dichterbij. Het is een Apom die met Murkrows vechten. Dus waarschijnlijk zal een Murkrow. Oh. En dan over de Apom. Where is that Apom? Look, it's up in that tree over there. It won't come down while Poochyena is there. The Poochyena recently settled in the park and ever since then it's been like this. Okay, so dit is erg behulpzaam, want hij heeft dus, hij zegt dat de Murkrow vaak met Apoms vechten. Dus, en we hebben ook geleerd dat Murkrows van, ja, schitterende dingen houden. Dus waarschijnlijk heeft de Murkrow een nest. Alleen de Poochyena en de Apom moeten wij nog eventjes afkoelen dat zij ook met ons willen praten. En, oh ja, dit was een Mightyena. Kijken of die, Hey, Mightyena, we want to talk with you for a bit. Mighty. Huh? Poochyena is? What is it? Well, even though it's nap time, one Poochyena hasn't come back, so the other one won't sleep and it's causing Mightyena some trouble. Pokemon can have
Tough Lives 2, I guess. If you find it, we'll tell it to come home. So have a chat with us, please. Okay, over de zwarte veer. Do you recognize this feather? Mighty! Hey, we know it's not your fur. It's a feather. It is een veer, dus het is echt geen vacht. Maar over de vorige keer, blijkbaar moeten we dus een andere Poochyena ook nog gaan vinden. Laten we dus maar eens vragen wat die Poochyena is. Where would Poochyena have been likely to have gone? Mighty! Oh, it's always playing in the flower beds and shrubbery over there. Ah, okay. If I notice a spot where it likely would be, I'll pay close attention to it. Dus er is ergens een of ander perkje met bloemen waar Poochyena vaak rondhangt. Dus daar moeten we weer naar gaan kijken. Over de Starly. What are Starly like? Mighty! Their cry is loud, so Poochyena always follows them around. Seems like a brutal relationship. Okay. Dus Poochyena kan ook in de buurt van Starlies zijn. What is Mirko like? Mighty! You don't encounter it often, but it seems notable. Okay. Okay. Heeft weinig toe te voegen aan de... Hey, Tam! Tam! First, we got to do something with Poochyena. What can we do to settle it down? Ik denk de andere te vinden is de juiste oplossing. Yeah, if we can get both of them together, then Mightyena will put them to bed. Alleen, het is klaarlichte dag. Dus, is het al zo laat dan? Let's look for Poochyena. Okay. Dat was niet al te moeilijk. Kan ik hierachter ergens iets vinden? Nee. Huh. Dit is het. Oké. Het is een bloemenperkje, moet ik zeggen. Starly! Verder niet echt zichtbaar. Poochyena. Ook niets. Ik denk niet dat ik Poochyena hier ergens ga vinden. En dit is waar het park toch wel enigszins ophoudt. Hebben we nog een detective tip? A detective needs stamina. So I stay in shape. Everywhere I go. Ja, ik heb zojuist uitgevonden dat, dat je prompts kunt verzamelen van deze filmpjes. En die kun je uit een menu weer terugzien. En leek erop dat ik voor deze al één filmpje op een of andere manier heb overgeslagen. Dus... Oké. Zit Poochyena hier ergens? Ik kan overal op... Oh. Dan laten we eens ergens terug uitgaan. Kijken of we daar ergens Poochyena kunnen vinden. Waarschijnlijk. Oh. Daar is die andere Poochyena dus. Hoef je niet al te ver te zoeken. Wow. Whoops. Pooch. Pikachu, that pup. Hi, it's nap time. Mightyena has been looking for you. Pooch,
Hopefully it will sleep quietly now. Let's go have a look at the pond. Oké, dat duurde niet lang voordat we die gevonden hadden. Ik was eigenlijk al bang dat we helemaal terug naar café moesten. Ah, ik heb hem nog achterna. Ah, volgens mij zijn we niet... Ah, wat schattig. Ah, dat is zo schattig. Ja, ik vind het altijd zo schattig als puppies en kittens bezig zijn. Maar omdat die andere poesje er nu ook weg is, kunnen we met die Epon praten. Epa! Now that Poochyena is sleeping, I guess you've been freed up. Epa! Oh ho, good for you. Wat zei die? Geen flauw idee. Over de Epom! Voor het station. Your pal took off with a necklace. No anything about that. Epa! Oh? You've been stuck in the treetop all day? So you don't know about your pal? Okay. And gevecht met Murko dan. We heard there was some kind of fight of... Kind of fight. Did something happen with Murko? Epa! Ah. So when you were playing with your pal... A little while ago, you inadvertently climbed the tree that Murko lives in. Epa! Murko attacked because it said you were intruding on its territory. And since then, the Apom and Murko in the park always fight whenever they see each other. Okay. Dus door te spelen, zijn Apom in de buurt van een Murko gekomen. En nu zijn ze continu in een gevecht, omdat Murko territorium aan het verdedigen is. Oké. Waar is het nest dan? Which tree is Murko's nest in? Epa! The thick tree near the pond, hè? Thanks. Epa! Oké, nu weten we waar Murko's nest is. Of Murko daar ook te vinden is? Geen flauw idee. Net in ieder geval niet. En de zwarte veer. Laten we hem eens maar eens eventjes zien. Waarschijnlijk is het de Murko veer. Hey, do you recognize this feather? Epa! What? It's Murko's? Really? Epa! You guys quarrel all the time. So there's no mistaking it, huh? Okay. Huh. Nou. Ik heb weer een aantal nieuwigheidjes. Laat ik eens door mijn case files heen gaan. De case list. Starly sfeer. We got it van Starly. En een Pidoff sfeer. The color is different than the feather that we... Deze is ook waarschijnlijk anders. Ja. Yeah. Hebben we nog meer nieuwigheidjes hier? Nope. Lijkt hier alsof... Oh. We hebben in ieder geval Murko's nest. Dit hebben we net allemaal gezien. Ja. Maitiana. Nou ja, Poochyena is nu wel terug. Poochyena. Niet echt iets interessants. De case note. Deze. Couldn't be a Starly. This has too much white. The feather we found at the scene was jet black. They do not match. Dus geen Starly. Maar dat hadden we al. Waarschijnlijk is de Murko, omdat het de Epom net gezegd heeft. Oké. En
Aww. They seem to be sleeping comfortably. Let's let them be. Yeah, good idea. Oké. Okay. Kunnen we niet verder met de... Dus de thick tree. Near the pond. Het zal deze wel zijn. Of een andere. Deze. Deze lijkt me dikker in ieder geval. Murkrow's nest could be up in this tree. Yeah. And it looks like no one's home. So, if we're going to investigate, I'll take a look. Let me know if it comes back. Right, gotcha. Here we go. Quick times. Dat kwam een beetje onverwacht. I made it. No sweat. Now, is there any kind of evidence to be found in here? Oh, here we go. Hey, Tim! Found something! Uh-oh. Is that... Pikachu! It's Murkrow! Watch out! Huh? Ouch. Damn. Ouch. Thanks for breaking my fall. You're a good cushion. Look, it's the evidence we need. Oké, deze miste ik dus. Maar nu hebben we er een veer bij. Nice work. Yeah, it was worth it. Let's get right to comparing it with our feather. It looks like we were correct. The black feather that we found at the scene definitely came from a murkrow. Quick, let's do an interrogation. Okay, it was just the murkrow. I get it. I'm sorry I entered your nest without asking. Anyway, you fought with Apom, right? Murkrow! 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 You didn't, huh? Tim, why don't you show it what we found? This feather is yours, right? It was lying next to the Apom that fainted. Of an andere Murkrow. Murkrow! 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 All right, so it was you. I'm assuming you had your eye on the necklace. So, what did you do with it, huh? Murkrow! You lost it during the fight. That's a very lame excuse. Murkrow! Murkrow! And now you're saying it was someone else. But, it seemed like you and Apom were the only ones that were there. Murkrow! Murkrow! You're saying Burmy were in that tree. Well, I guess we'll check that out. Right. Oké, blijkbaar is er nog een ander Pokémon bij betrokken. Een Burmy. Wat is een Burmy? Geen flauw idee. Zal ik denk dadelijk wel uitvinden. If we are to believe that Murkrow said, there were Burmy in a tree near the spot where Apom is lying down. We finally get to Murkrow and now we're right back where we started. That's not true. We've learned some new facts. We're steadily approaching the necklace. Okay. Blijkbaar maken we langzaamaan voortgang. Dus moeten we weer terug naar de volgende. Of naar fonteingebied. Maar! Dat doe ik de volgende keer. We zijn weer verder en we zitten waarschijnlijk de dader en de ketting close op de hielen. Hopelijk vinden we die ketting snel. Of is er nog een Pokémon bij betrokken? Maar dat zullen we de volgende keer zien. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei!